Heel lang gebeurt er eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders op Utrecht Centraal. Er wordt hier en daar wat afgesloten en er verschijnen zwarte hekken op het spoor. Maar dan ineens... Net even buiten het station ontstaat een hoop paniek. Ineens komen de mannen binnen die beginnen te schreeuwen met grote schietingen. En... Hey, dat is even schrikken, of niet? Ja, het is een beetje onwerkelijk inderdaad. Gelukkig zijn deze geschokte burgers slechts acteurs en doen zij mee aan een grote crisisoefening op en rondom Utrecht Centraal. Het scenario vandaag is dat er meerdere explosieven zijn achtergelaten op Utrecht Centraal. En daarnaast is er een gijzeling gaande hier achter ons. Jullie zien ook de interventie-eenheden die daarop moeten acteren. Nou, we zijn nu vooral aan het oefenen op het gebied van communicatie en aan het oefenen op het gebied van verantwoordelijkheden. Wie is in het hele proces waarvoor verantwoordelijk? Zodat in een echte crisissituatie alles soepel verloopt. Ja, je ziet wel veel verbaasde gezichten bij voorbijgangers. Dit zie je natuurlijk niet elke dag. Maar iedereen blijft rustig. Wel handig toch, een beetje oefenen. Wat dacht u toen u dit zo zag? Wat is dit? En toen zag ik ook wel een matrixbord met de tekst hier oefenen onze hulpdiensten. Dus toen viel het kwartje al heel snel. Het scenario loopt overigens goed af. Alle gijzelaars worden bevrijd, gijzelnemers ingerekend en de bommen ontmanteld.